Ik ben inmiddels wat verder gegaan met de Boston en Main trein. Ik heb hem wat verder gedemonteerd. Ik heb de motor eruit gehaald. En ik heb gemarkeerd waarvan ik denk dat het de pluspool is. Hoop dat het klopt. Ik heb de kabels naar de pickups losgehaald van de motor en aan elkaar vastgemaakt. En ik sta op het punt eigenlijk om de connector aan te gaan sluiten. Ik heb inmiddels opgezocht hoe ik ze aan moet sluiten. Handig om te weten. De rode is inderdaad track pickup, net als de zwarte. Dat is de blauwe, de zwarte hier. Dus deze ga ik monteren op de track pickup hier. Vervolgens moet ik even kijken. De rode, nee, de blauwe, nee, ook niet. De oranje moet op de pluspol van de motor. Dus deze. En de grijze moet op de minpol van de motor. Ik heb ook het lampje wat erin zat losgehaald. Ik denk dat ik dit ga vervangen voor een LED-lamp. Die heb ik hier nog genoeg liggen. Volgens mij gaat het wel passen, maar dat ga ik pas doen als ik de basis op setup klaar heb dat in ieder geval de motor het doet. Dus ik ga in ieder geval wat kabels korter maken. Altijd te kort aan kabels, dus het is wel fijn om nu ze kort te maken. Heb ik weer lekker wat kabeltjes voor in de verschillende locomotieven. Voor als ik weer een stuk te kort kom ergens, waarschijnlijk ook dadelijk voor die LED. Zo. Nou, de volgorde maakt niet uit, gelukkig. Wel is handig als ik wat soldeertin heb. Ruik dat weer lekker. Ik zal straks ook deze kabeltjes goed moeten isoleren, dat er geen kortsluiting ontstaat omdat ze tegen elkaar gaan klappen. Voor nu doe ik het gewoon heel eenvoudig. Ik draai ze gewoon even in elkaar. Ik zie wel dat de locomotief zelf mooi keurige koperkabels heeft en dat de kabels die naar de connector gaan aluminium kabels zijn. Ik verwacht niet dat het zoveel zal uitmaken. Daar blijft, ja. Ik kreeg al een aanbod van iemand om hier een mooi muziekje onder te zetten. Maar ja, op een of andere manier hoor ik toch het liefst mezelf lullen. Zo, dat is een goede bonde. Ik weet dat er eigenlijk al vloeimiddel in het soldeertin zit wat ik gebruik. Maar omdat ik dat dus op mijn soldeerbout zet, vliegt dat eigenlijk meteen. Zo, dat is de pick-up. Wat zei ik? Oranje naar de pluspol van de motor. Nou, de motor wijst. Even kijken, zit er op deze manier in. Dat was iemand aan de deur. Dus kijken, de oranje naar de pluspol. Ja. Zo.
zitten, blijf zitten, blijf zitten. En de grijze naar de minpool. Grijs. Kijken, ongeveer even lang maken. Oh, dat is wit. Het is grijs, grijs. Natuurlijk ligt het dan weer net niet zoals het handig is. Mooi. De rest van de kabels heb ik dadelijk nodig voor de verlichting. Ga ik nu nog even niks mee doen. Zo. Ik ga wel proberen de boel terug te monteren. Wat een uitdaging zal zijn, aangezien ik natuurlijk niet heb gekeken hoe het zat voordat ik het uit elkaar haalde. Maar ja, dat zou te makkelijk zijn als ik dat wel had gedaan. Kijk, deze past hier. Beide stukken plastic zijn niet even groot, scheelt een klein beetje. Ik had het idee dat hij aan deze kant smaller was. Ik heb niet het idee dat die motor lekker ligt. Gelukkig ligt hij op de andere, naar de andere kant toe ook niet lekker. Ik denk dat ik even terug moet gaan kijken hoe dat die binnen ook weer zaten. Dat heb ik nog wel opgenomen. Dat klopt in ieder geval niet. Zo past ook niet. Deze past enigszins zo en zo ook niet. Deze past hier en daar helemaal niet. Dan zou ik toch denken dat ik hem zo in zou kunnen zetten.
Nee, helemaal niets. Goed, ik ga even opzoeken hoe die ook weer zat. En ga dadelijk verder. Zo, hij zit bijna op zijn plek. Ik heb even teruggekeken. Hij zit nog niet helemaal lekker. Volgens mij moet deze nog een stukje dieper dat hij ja klik zegt. En dit moet een klein beetje gedraaid worden. Zo, nu zit de motor weer op zijn plek. De solderingen hebben het gehouden. Ook wel mooi. In principe, als ik er nu een decoder op zou zetten, zou die al digitaal kunnen rijden. Als ik hem goed aan heb gesloten, natuurlijk. Wat ik ga doen even is het gewicht er terug onder hangen. Dan maakt hij beter contact met de rails. En een decoder pakken. Aansluiten en kijken wat er gebeurt. Ik heb inmiddels twee stuks rails liggen. Eén is het programming track en de andere is het main track. Ik weet niet precies uit mijn hoofd welke wat is natuurlijk. Ik wilde het gaan noteren. Mijn logica zou zijn dat het achtste spoor het programming track is. Dus dat is waar ik deze op ga zetten. Even wat andere locomotieven opzij. Zo. Die maak ik in kortsluiting. Dan heb ik alleen nog maar een decoder nodig. Nou, de vorige die ik had, die heb ik dus ingebouwd in die in de NS-trein. Dus. Hoppa. Ik gebruik op dit moment de ESU Lock Pilot 4. Hij voldoet voor mij. Ik heb niet zulke hoge eisen. Zeker niet omdat ik met name oude locomotieven aan het digitaliseren ben. En die hebben een motor, een voorverlichting en een achterverlichting. Veel meer functies zitten er niet op. Dus kan ik gewoon met dit soort simpele spullen aan de gang. Deze zijn ook vergeleken met sommige andere niet heel duur. Dit is nog steeds niet heel erg goedkoop, maar als je per 10 koopt, dan wordt het al wat draaglijker. Oké, waar zit mijn rode kabel hier? En waar is mijn zwarte kabel? Deze heeft, ja, dat ziet eruit als rood en dat ziet eruit als zwart. Even kijken, dat ziet eruit als zwart. Ik dacht dat we die er zo op moeten. Het is de eerste keer dat ik probeer of dat dit past. Ja, dat is mooi dat het werkt. Een boel losse kabels. Het zou geen probleem moeten zijn. De reden dus voor al deze hele kabelboom is omdat ik eigenlijk dit er niet af wil knippen. Zo, als ik er klaar mee ben, zou ik ze nog kunnen verkopen. Ik ga ook proberen om een recording te maken van wat er op mijn scherm gebeurt. Ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Dus click to record the full screen. Drag the second part of the screen. And encoding by clicking the stop button. Goed, eerst die weg. New. Nee. Is niet wat ik zoek. Hey, probeer het geduld alstublieft. Inmiddels een paar pogingen gedaan om aan de gang te krijgen. Ik heb een goed idee wat er mis mee is. De trein staat nu op het programming track. En ik ga zoeken naar een nieuwe locomotief. Zo, we gaan naar DC++. Alles staat aan. Read type from decoder. Dus je kunt zien, hij rijdt dus op en neer
Elke keer als er een bit gezet is, geeft hij een beetje gas, daardoor komt er een voltage drop. En door die voltage drop weet de decoder hardware en de software dat het een ja en 1 is. En als er niks gebeurt, dan is het een 0. Zo leest hij al de bits uit van de settings. Dan gaat de ene keer naar voren, de andere keer naar achteren, om te voorkomen dat hij de baan afrijdt. Nou, ik krijg een heleboel opties, maar ik weet dat dit de Lockpilot 4DCC is. Ik ga hem zetten op adres nummer 4. Ik denk dat dat gelukt is. En ik noem hem Boston en Maine Safe. Nou, hij zegt, heb ik hem opgeslagen? Dat is mooi. Dan ga ik hem nu verplaatsen naar het main track. Als het goed is, kan ik nu een throttle erbij pakken. Deze throttle, kan ik zeggen, ga forward. En hij gaat achteruit. Kijk, hij zit verkeerd om. Hij gaat nu naar achteren. En dat is eigenlijk voorwaarts gezien waar de cabine zit. En stop maar. Ik denk dat ik dan toch de polen van de motor omgewisseld heb. Nou, word ik daar nog even blij van. Ja, tenzij natuurlijk dat voorwaarts is. Maar de lampen zitten hier, dus ik denk dat die kant voorwaarts is. Ja, ja, moet ik ze toch om gaan draaien. Maar behalve dat, doet hij het wel. Dus terwijl ik hem hier nog een keer uit elkaar ga halen en de boel opnieuw erin ga solderen. Dan ga ik wel stoppen met opnemen. Dit heeft meer dan genoeg tijd gekost inmiddels. Ik hoop dat dit leuk was om naar te kijken. En volgende keer denk ik dat ik de verlichting van deze ga doen. Ik hoop dan ook stiekem dat ik de verlichting aan de achterkant erin kan gaan bouwen. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd hoe die eruit zou moeten zien. Dus, bedankt voor het kijken en like of geef commentaar. Deel vooral als je dit leuk vindt. Want hoe meer mensen kijken, hoe fijner. Tot de volgende keer.